De eigenaren van horecazaak Oud Bree aan de Zevenumseweg in Maasbree vinden dat de gemeente met twee maten meet in de handhaving van de coronamaatregelen. Dit weekend werd de horecazaak door de gemeente voor 2 weken gesloten vanwege het niet of niet volledig naleven van de coronavoorschriften. Afgelopen weekend was er dan alleen maar een DJ hier langs. We hebben extra het geluidsoverlast, hebben extra aandacht aan gegeven. De schuifpui aan de zijkant dicht, de voordeur dicht. Alleen de kleine zijdeur die was open als ingang en uitgang. Nou, die gaat alleen open als men naar buiten loopt voor een sigaretje te roken. Ik ben zelf meerdere keren ook naar buiten geweest, goed geluisterd. En het was maar minimaal was het maar, wat je aan geluid hoorde. Enkel als de deur open ging. En er is totaal niet echt serieus gekeken van hoeveel mensen zijn er eigenlijk. Hè? En wie hoort bij wie. Want ik bedoel, als je met je vriendin ergens naartoe gaat, dan mag je langs je vriendin staan. Hè? En dat is hier ook. Als mensen samen ergens naartoe gaan, dan sta je naast elkaar en dan mag dat. En daar is echt niet serieus naar gekeken. Daarna is om, denk ik, 10:30 of 11:00, ik kwam in 1 keer de politie eraan, de BOA's en dergelijke. Nou, er was geluidsoverlast, zeiden ze. Liepen gewoon naar binnen. Coronaregels worden hier nageleefd zonder eigenlijk goed te kijken van waar we niet aan voldaan. En dan hebben we hier binnen op de binnenplaats, hier waar ik nu sta, heb ik met de politie en de BOA's. Nou, werd mij verweten van de bezoekersregeling, degene die bezoekt, de registratie. Ik zeg, die heb ik wel, maar niet volledig. Dat kan niet, zeg ik, want er komt iedere uit mijn mensen bij. Ik heb vervolgens die klappen gehaald, waar de mensen opgeschreven staan, wat we iedere dag doen. Nou, als we open zijn, ik heb hem dat laten zien. Hij heeft er amper naar gekeken. Maar hij zei enkel, het antwoord was, dit voldoet niet aan de regels. Volgens de gemeente hielden de bezoekers ook geen afstand en hadden ze geen vaste zitplaats. Maar denkt u niet, hadden we de mensen maar laten zitten? Ja, maar ja, goed, er is een DJ gekomen en om dan de mensen te laten zitten, dat gebeurt in die gelegenheid niet. Maar wij hadden wel gezorgd voor extra staantafels in de zaal en in het café hadden we voor gezorgd. En dan heb ik zoiets van, wat is de meerwaarde als de mensen aan een staantafel zitten of ze staan? Ja, het moet misschien zitten zijn. Kijk, maar als we dan naar alle horecagelegenheden gaan kijken, hoeveel mensen staan in het café, hoeveel mensen staan in de zaal. Doe het voor de jeugd, maar met dit gezeik en deze problemen op de nek halen, zeg ik, daar stop ik mee. Dat besluit had ik al zaterdagnacht genomen. En vervolgens word ik zondagmorgen gebeld door Henk dat de burgemeester gezegd heeft van, nou, de zaak wordt met onmiddellijke ingang gesloten. Nou, onbegrijpelijk voor mij. Zonder ook maar 1% verbaal in bezit te hebben. Zonder dat ik kan lezen wat er hier niet goed gegaan is. Een zaak 2 weken sluiten. Nou, als je een horecaondernemer bent en je moet ervan leven, dan kun je het heel vergeten. En zeker met de handhaving zoals zij dat hier doen. De gemeente liet weten dat aan eerdere formele waarschuwingen de uitbater geen gevolg heeft gegeven en een procesverbaal heeft evenmin effect gehad. Het procesverbaal wordt naar het Openbaar Ministerie gestuurd, die hier vervolgstappen opneemt. De boete is dus nog niet bekend, maar Hermans is van plan de boetes aan te vechten. Als je kunt met boetes komen, ik ga het toch aanvechten, zeg ik, want wij voldoen niet 100% aan de regels, maar geen enkele horecaondernemer. En als dat zo is, dan moet je overal handhaven en niet alleen maar hier. Nou, vervolgens krijg je dan antwoorden dat andere horecaondernemers wel perfect handhaven. Nou ja, en ik rijd daar langs, ik zie het wat dat betreft. En het is echt geen verwijt naar de andere horecaondernemers van mij. Want wat dat betreft gun ik iedereen wat. Maar om hier zo streng te handhaven dat hier onder de 100% beboet wordt, en dan, dat is voor mij onacceptabel. Het is niet 100% geweest, maar dat gebeurt bij geen één horecagelegenheid. Dat is niet te realiseren. Maar ik denk dat wij 95% in orde hadden. En dan vind ik het jammer dat nu de café 2 weken gesloten wordt. Maar wij komen op een nette manier komen wij terug. Dat begint niet alleen nu, maar dat is eigenlijk al 2 jaar een beetje aan de gang. Dus dat is eigenlijk al begonnen een beetje vanaf Café de Dolle. Voor mijn jonge raadsel, ik denk dat er een stukje jaloezie natuurlijk bij zit. En verder, ik denk
dat het ook te maken heeft dat het centrum op dit moment niet leeft. Een paar jaar geleden al problemen had, het faillissement van Niens 2 jaar geleden. Vorig jaar het faillissement van de tweede keer van Niens, wat definitief was. Toen ik bezig was met de café weer opnieuw te heropenen. Dat ligt zo onder vergrootglas dat ik denk van, weet ik wel bijna zeker dat het daaraan ligt. En dat deze locatie, dat hij daarvoor moet boeten om zodoende toch wat leven in het centrum te gaan creëren. Luister, Maasbree is niks, het centrum. Wordt niks en zal in de toekomst ook niet veel meer voorstellen. Ja, gaat u zaken veranderen als u over 2 weken weer open mag? Nou, veranderen weten we nog niet precies. We gaan er wel heel duidelijk over praten met elkaar. En kijken wie we daar verder naar bij gaan betrekken. Maar daar wordt wel over gesproken. Ja. Dus wij gaan over 2 weken gaan we weer open. En wij willen over 2 weken het zeker keurig netjes in orde hebben. Dat zeker. Maar het is niet te handhaven. En dan ga je zeggen van, nou, waar liggen de grenzen? Maar ook de manier waarop hier gehandhaafd wordt. Dat is toch weer heel wat anders. Ze komen hier binnen en dan hebben ze eigenlijk alle het proces verbaal al bijna opgemaakt. Ik controleer niet goed. Ze komen gewoon binnen, ze lopen gewoon door. En ze hebben eigenlijk al de straf hebben ze eigenlijk al in hun hoofd zitten.